Het jeugddoorgangscentrum Opa Dhuli bindt de strijd aan tegen jeugdcriminaliteit. In het kader hiervan voert het doorgangscentrum in samenwerking met de UNICEF een preventief filmproject uit. De launch van het eerste promofilmpje van dit filmproject heeft vanmorgen plaatsgehad in het CCS. Danielle Beeldsnijder van Wind, coördinator van het jeugddoorgangscentrum Opa Dhuli, geeft aan dat een onderdeel van het preventieproject is een serie van 4 films. Deze zullen op social media verspreid worden ter bestrijding van jeugdcriminaliteit. De eerste film heet Think Before You Act en maakt jongeren bewust van de gevolgen van keuzes die ze maken op het gebied van de criminaliteit. Maar het heeft een positieve ending waarbij gegrepen wordt naar de schoolboeken en een wapen dat bijgehaald was terzijde wordt gezet. Dat is de boodschap die we willen meegeven aan de jongeren. Blijf af van de jeugdcriminaliteit en richt je op het positieve. Wij van het ministerie van Justitie en Politie willen geen jongeren in ons circuit. We hebben het liefst dat jullie thuis bij je ouders en familie blijven. Als jullie bij ons terechtkomen, gaan we heel hard ons best doen om jullie terug te krijgen op een gecorrigeerde manier. Maar het beste is dat je thuis bij je ouders en je familie blijft. Vandaar dat we preventief te werk gaan, naar de buurt te trekken om de voorlichting te brengen, om ervoor te zorgen dat jullie leren keuzes te maken, niet op het criminele pad belanden en wegblijven uit onze jeugdgevangenissen. Danielle Beeldsnijder van Wind. Zij sprak over het preventief project van Opa Dhuli en de UNICEF dat als doel heeft de jeugdcriminaliteit te bestrijden. Voor de launch van het eerste promofilmpje waren kinderen van verschillende basisscholen uitgenodigd.